Hallo jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit hier met Noordin, die Eden even een flesje geeft. Is Eden of Eden? Eden. Ja, donder op hoor, ik heb echt 1000 keer gezegd. En ik had jullie ooit laten zien dat ik aan het struggelen was met deze kinderwagen, maar ik heb hem eindelijk onder de knie. Zo, oh nee, wacht. Zo in de... Teringen, ik kan ook echt niks. Zo. Oh nee, deze moesten er eerst uit. Ja, deze eerst uit. En dan trek je dit ding naar boven. Alle light skins in de back. Hallo jongens. Dit was vandaag de eerste dag dat ik alleen met Eden zo ver ben gegaan. Was echt een lange dag vandaag. Maar het is super goed gedaan. En ik zeg je eerlijk, ik heb de draai wel te pakken nu hoor. Met een baby naar buiten gaan. In het begin was het wel een beetje eng. Vooral als hij ging huilen terwijl ik in de auto zat en hij een flesje nodig had. Maar ja, na een paar minuutjes huilen valt hij gewoon in slaap in de auto. Dus dat is super fijn. Hij heeft wel een paar keer gespuugd in de auto, dus ik hoop niet dat hij wagenziek is. Ik heb ook een heel leuk pakketje binnengekregen van Benefit. Ja, ik moet even met één hand filmen hoor, want ik heb hier een baby in mijn hand. Maar, dikke shout-out naar Farah van Benefit. Ja, hoe ga ik dit filmen dan? Even kijken hoor. Ja. Kijk. I love my Bene mommy. Bene van Benefit. Bene mommy. Een Porsche professional, zeg maar die... Nou, ik kom gewoon niet op het woord. Een masker. Ja, een masker, dat zocht ik. Een deep retreat masker en een handdoek. Een roze Benefit handdoek. Thank you very much. Vandaag zal... Hey, no face, no case. Vandaag zal mijn zusje Angelique ook blijven slapen. Maar ik was zo moe al toen ik in Rotterdam was. Dus ja, ik zei volgende week. I'm so sorry, maar... Ja, het is echt een andere leven met de baby. Ik ben ook echt kapot. Ik ga hem nu in bed leggen. Hopelijk slaapt hij nu gewoon wel. Want elke keer als ik hem op bed leg, wordt hij weer wakker. Hij flasht me gewoon elke keer weer. En dan ga ik even lekker me-time douchen. Dan ga ik denk ik op bed liggen, ja. Yes jongens, ik ben weer bij Juice Fit aan het gymmen. Ik ga straks weer lekker boksen. Maar deze girl moet even fit worden na al die zwangerschap kilo's. Ik ben al goed onderweg. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Thank you for the roses. Yes, yes, yes. Nou jongens, ik ben net klaar met gymmen. Voel me gelijk weer helemaal... Marco, prima! Nee, maar gisteren ben ik bekeerd. Ja, het was super mooi. Ik zeg je eerlijk, ik wou het echt al een lange tijd doen. Maar gewoon puur omdat ik gewoon bang was van... Ja, je wil natuurlijk wel gelijk alles goed doen. Wat natuurlijk niet mogelijk is. Maar ik ging het gewoon elke keer uitstellen van... Oké, ja, als ik nu ga bekeren, dan moet ik dit veranderen, dat veranderen. En ja, op een gegeven moment... Bleef ik het maar uitstellen. En ja, op een gegeven moment dacht ik van... Kijk, ik had mezelf beloofd. Op het moment dat ik moeder ben. Op het moment dat ik gewoon gestopt ben met... Ja, alcohol drinken, roken, dat soort dingen. Dat ik dan zou bekeren. Ik was al lange tijd bezig. Ja, ik wou al lange tijd zwanger worden. Dus nu eigenlijk rond september... Ben ik eigenlijk precies een jaar gestopt met alcohol drinken. En ik mis het nu ook niet. Dus dat vind ik heel mooi. Dat ik dat al achter me heb kunnen laten. Het is ook niet dat ik echt heel veel alcohol dronk. Het was meer op een feestje gewoon 1 of 2 drankjes. Want ik ben altijd de bob. Dus dat was makkelijk om, ja, om mee te stoppen. Roken deed ik eigenlijk ook echt niet echt. Het was meer van op een feestje 1 sigaret. Maar het is ook niet dat ik echt pakjes aan het wegpaffen was. Dus ik merk ook gewoon... Dat ik gewoon echt veranderd ben. Ik ben volwassen geworden. En
ja, het is nu gewoon voor mij de juiste tijd. Dus ik ben heel blij. Ik was ook best wel zenuwig om die video te delen. Maar ik ben echt met open armen ontvangen. En ja, op... Ik ben gewoon een beetje sprakeloos. Dus ik had het gewoon echt niet verwacht met zoveel liefde ontvangen. Toen ik wegliep daar, in het huis van Sidra, vriendin van mij, waar ik ben bekeerd. Ik had het al een lange tijd met haar over, maar het kwam er elke keer maar niet van. En ze zei ook van, je bent nu op het juiste moment naar mij toegekomen. En ja, het is gewoon allemaal zo mooi gegaan. En toen ik wegliep uit haar huis, ik voelde me gewoon echt fresh, nieuw mens. Ik heb zoveel zin in gewoon de toekomst. Er komen mooie dingen aan. Ja, zoals ik al zei, er komen echt mooie dingen aan. Ik ben zo blij hoe het gewoon allemaal nu gaat. Ik bedoel, voor de mensen die mij langere tijd volgen, die weten dat ik vroeger best wel veel dingen meegemaakt. Ook depressie, psychose. En nu gaat alles gewoon goed. En ik dacht ook van ja, ik was al lange tijd praktiserende. Voor de mensen die mij op staande voet volgen op Snapchat, vlogs. Die weten dat ik al lange tijd mee bezig was. Ook met de Ramadan echt... Misschien 8 jaar lang, elk jaar doe ik wel gewoon een paar dagen mee. En ik wil ook Nebu bedanken. Mijn beste vriend sinds way back. Kijk, hij is gewoon een van de mensen die mij ook heeft laten zien van dichtbij hoe mooi de islam is. En ja, hij is ook een van de redenen dat ik bekeerd ben. Want ja, als je zeg maar een beste vriend hebt die moslim is, die laat je natuurlijk alle mooie dingen zien. Dus hij is ook een groot onderdeel ervan. Ja, zoals, ja, ik weet niet of jullie het merken, maar ik ben gewoon echt sprakeloos. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik wou ook eigenlijk eerst kennis opdoen, veel kennis opdoen voordat ik me ging bekeren. Maar ik kreeg daar ook heel veel reacties op van ja, morgen is niet beloofd. En je wil dan niet als niet-moslim doodgaan. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik het nu heb gedaan. En nu gewoon heel veel kennis opdoen. Ik heb heel veel boeken gekregen. Echt onwijs veel boeken van veel mensen. Maar ik heb echt sinds vroeger al, als ik een boek lees, ik lees het, ik begrijp het, maar ik onthoud niet wat ik lees. Dus daarom denk ik dat een lezing voor mij beter is. En misschien ook luisterboeken. Dus dat ga ik nu proberen. Ik heb wel een boek die ik wel gewoon een paar bladzijden voordat ik ga slapen gewoon goed te lezen. En ja, dat. En ik ga nu even weer focussen op de weg. Want this bitch, ik kan niet multitasken. Hallo, hallo jongens. Het is vandaag zondag. Eigenlijk gewoon een rustige dag. Vandaag niks bijzonders. Ik heb net even mijn haar heel snel kunnen dijzen. Het is echt alweer uitgezakt. Ik heb er geen water, ik heb mijn haar niet vochtig gemaakt. Ik heb geen haarlak erin gedaan, niks. Ik dacht, gewoon even snel die feunen doorheen. En eigenlijk niet veel bijzonders vandaag. Vandaag heeft iedereen om 10 uur doorgeslapen. I'm so over Audi. En hopelijk houdt hij dit gewoon aan, dit slaapritme. Maar hij was wel echt vroeg wakker. Op 7 uur wou hij niet meer slapen. Dus toen ben ik ook weer in slaap gevallen toen hij ging slapen. Toen werd ik 1 uur weer wakker. Ik was erg kapot vandaag. Dus daarna ben ik... een heel groot stuk met Ine gaan lopen in het bos. Dat was echt leuk. Hij begon te huilen in het bos. En toen had ik hem opgetild. En toen vond hij de bomen en de wind zo leuk. Hij ging helemaal lachen. Zo schattig. Ik weet echt niet wat het is dat ik dat doe. Ja, zo schattig. Maar ik denk dat ik vandaag ook niks meer ga vloggen. Dus ik dacht nou, even een head up van zondag. Morgen ga ik weer beginnen met werk. En wel zin in. Alleen... nadat mijn video online was gekomen dat ik bekeerd ben, was er dus iemand die nieuw is bij Vanix en een freelancer ook. En die had dus van alle mooie reacties een citaat van iemand die onder Sam Mokro een haatreactie had geplaatst, hadden ze als headliner gezet van het artikel. En denk ik van ja, dat vind ik wel heftig. Ik vind het heel raar op een plek waar ik zelf werk. Ja, voor mijn gevoel kwam het gewoon over om haatdragende reacties uit te lokken. Ik heb er ook wat van gezegd, zowel online als intern. En ze hebben wel gewoon hun excuses aangeboden. Maar alsnog vind ik het gewoon heel raar. Vanix staat sowieso voor een multiculturele werkvloer. Dus ja, ik kon het, toen ik het las, moest ik ook echt gewoon 4 keer lezen. Staat dit er nou echt? Staat dit nou echt als de headliner? Een citaat van... een fucking racist, een fucking hater. Dus ja.
Nou, it is what it is. En ja, blijf kijken, want vandaag ga ik niks meer vloggen. En zie ik jullie later weer. Kijk eens jongens, is het eindelijk goed. Ik kan eindelijk bewegen, mijn hand is vrij. Alleen die wil dus een speen. Jeetje, die jongen wordt steeds wilder. Jeetje. Nou jongens, we zijn er weer hoor. Hi guys! Guess who's back, bitches! Jij vraagt je altijd af waarom mensen vragen wat je geaardheid is. Nou, het is weer zover jongens. Elke maandag en dinsdag heb ik... Of is het zo, alleen nu? Maar. Je gaat gelijk volle bak, hè? Maandag en dinsdag. Ja, dat ligt niet aan mij, hè? Toen ik zei dat ik weer wou werken, toen heeft onze eindredacteur mij heel scheef aangekeken van ben je wel serieus? Heel de veilige werksfeer die wij hier gingen. Drie maanden, ik had in de volle bak. Nee, maar ik had Doenja gebeld 2 weken nadat ik bevallen was. Mag ik weer werken? Nou, in ieder geval, is het nou elke maandag en dinsdag of niet? Weet ik veel. Dat weet ik niet, ja. Ja, ik weet het toch ook niet? Nou, in ieder geval, 2 dagen per week ben ik weer te horen van niks. Ja. Nou, is goed. Hé, hey, luister, doe rustig, hè. Hé, hey, Davinio zei vandaag van, Noorden heeft van mij toestemming om je te slaan, omdat je ook grote bek hebt tegen hem. Ik denk wel dat het echt banding. Davinio en ik zijn wel echt matties. Dus. Nee, hij hoorde ons vandaag bellen en toen, ja, toen was ik gewoon tegen aan het schreeuwen. Dus toen zei hij ook van, nou, ik ben niet de enige tegen wie je zo schreeuwt. Nou, het is leuk om er weer te zijn. Ik heb zin in de show. Ik kon maar hetzelfde zeggen. Doe niet alsof je me niet elke week hebt geappt van dat je me mist. Oké, dan. Even rustig nou. En ik zou zeggen, ik wou zeggen luister de show, maar ja, deze vlog komt pas vrijdag online. Nou, luister volgende week de show. Ik zal wel binnenkort even laten weten welke dagen ik te horen ben. Doei! Nou, hallo jongens, zijn de stad. Nee, nee. Dat gaat er niet. Ida zit eindelijk in zijn stoel, niet normaal. Ik heb ook allemaal kleren gekocht bij de H&M, maar ik was te gierig voor een tas. Dus ik ga jullie straks even laten zien. Dat is, ja, een soort microfoon, maar ja, echt voor de gezelligheid. Maar ik ga jullie straks laten zien wat ik heb gehaald. Is het echt serieus, zeg maar? Ja. Ja, ik wou dat ik een serieuze vlog was, maar dat... Kijk, ik ga het echt kapot maken. Maar hij moet eerst op de rem. De rem? Ja, en dan klik je hem gelijk in 1 keer in. Kijk zo. Oh, wacht, deze moet er nog uit. Oké, wat is het voor wagen? Oh ja, ja. En zo. En, oh, wacht, die moet nog ingeklapt zijn. Je hebt wel gekke kinderwagens. Ze veranderen in 1 keer in zo'n kleine koffertje. Transformer, hè? Precies, yes. Oh, zo handig. Deze jongen heeft last van reflux. Dus hij is echt alleen maar aan het huilen. Zo zie je dan nadat hij flesje heeft gehad. I'm exhausted. Ik was net met hem dus in de stad. Maar in de kinderwagen ligt hij wel gewoon rustig en te slapen. Dus dat is wel echt fijn. Maar het is gewoon zo zielig om te zien dat hij pijn heeft. Ik ben echt sinds 6 uur wakker. Het is nu 5 uur. Ik moet echt even een dutje doen. Dus als ik zie dat hij goed doorslaapt, ga ik denk ik ook maar even liggen. Ik ben op. Oké, grappig, ik ben niet gaan slapen, maar kijk hoe schattig. Ik dacht, ik haal hem ietsje groter voor wanneer het winter is. Dus 4-6 maandjes. Kijk hoe schattig. Een kleine biertje. Bij de H&M gehaald. Echt cute, hè? Nou jongens, ik heb 2 prachtige abaya's mogen ontvangen van Pramier. Kijk, zo heet ze. Ik heb dus... dit setje gekregen. Echt super lief, want ik heb de keer net opgestuurd. En dan heb je ook nog zo'n ding. Die je er overheen doet. Het is nu echt knijterheet buiten, dus klopt in de oksels. Maar ik zeg je eerlijk, abaya's. Ik heb dus een paar abaya's voor in Dubai. En sinds ik dat heb gedragen, echt, ik ben helemaal in love. Het zit zo lekker. Toen ik zwanger was, zag je ook niet eens dat ik zwanger was. Ja, echt, I love it. Oh, deze heeft ook zakken. Oh, very nice. I love it. Nou, thank you, Pramier. Ze zit super lekker. And I really love it. Hey, hatsikidee. Oh, er zit ook nog zo.
Zo lust bij. Je moet dan zo. Zet je hem strak zodat je dun lijkt. I love it. Very pretty.